Op de kinderboerderij in Beverwijk smeren ze de varkens goed in. Er gaat echt wel best wel wat zonnebrand doorheen bij ze. En ze worden nou 2-3 keer per dag wel ingesmeerd. Het is wel heel erg nodig. Ze hebben maar een heel klein beetje haar op de huid zitten. En ze gaan zelf niet in de schaduw liggen. Behoorlijk wat werk, maar het moet echt. Want anders... De huid wordt rood, gaat warm aanvoelen. En als je ze dan aanraakt, dan reageren ze erop omdat het pijnlijk is. Ja, dan weet je dat ze verbrand zijn. Varkens Jip en Janneke hebben dus een goede laag zonnebrand nodig. Zoveel dat de kinderboerderij bezoekers vraagt om de restjes van thuis mee te nemen. Maar ook honden, katten en paarden moet je soms insmeren, zegt dierenarts Martin Arends. Ik als dierenarts adviseer mensen altijd om dat ook bij je dieren te doen. Want net als wij, als de huid niet gepigmenteerd is, dus als die heel licht is, dan kunnen ze verbranden. Bij sommige dieren gebeurt dat eerder en heftiger dan bij anderen. Het zijn vooral katten en honden met witte vacht op hun oren en neus. Of dieren met korte en dunne haren. Ze verbranden vooral snel bij de oren, neus, rond de lippen en de buik. Plekken waar weinig of geen haar zit dus. En die plekken kunnen wel een zonnebrandje gebruiken, zeggen dierenartsen. Heb je een dier met witte oren of een witte neus, smeer hem in en voorkom verbranding. Dus als je zelf lekker de zon ingaat, zonnebrand op en vergeet je huisdier niet. Zo, een beetje zonnebrand erop. Zo doen we dat. Prachtig, hè?